Hallo, velen van ons die worden geblokkeerd en belemmerd door allerlei angsten in ons leven, waardoor we niet echt vrij kunnen zijn. Angst is een emotie die heel normaal is, hè? Maar je hebt gewone, gezonde angst die ons beschermt voor gevaar. Maar je hebt ook angst die niet normaal is, die niet bij de situatie hoort, maar die eigenlijk overdreven is. En die angst kan soms ineens opkomen in bepaalde situaties waarin er triggers zijn. Bij hele specifieke angsten, bijvoorbeeld angst voor spinnen of smetvrees of angst voor nauwe ruimtes of hoogtevrees. Er kunnen bepaalde triggers in jouw leven zijn die dan in één keer jou doen verstijven, verstarren en dan durf je niet verder. En dat kan soms heel onverwachts komen en dat is gewoon ontzettend vervelend. Maar er zijn ook angsten die je eigenlijk weet dat je die kent en die iedere keer weer in bepaalde situaties terugkomen en die jou enorm belemmeren om werkelijk vrij te zijn, om tot bloei te komen, om te functioneren. En als je niet afrekent met die angsten, dan ontstaan er eigenlijk patronen om die angsten heen. En dan doe je net alsof je geen angst hebt, maar je bent continu bezig, bewust en onbewust, om te laveren om die angsten heen. En het belemmert enorm je bewegingsvrijheid, het belemmert het tot bloei komen in je leven, het houdt jou eigenlijk ver onder het niveau waarop je werkelijk zou kunnen en willen functioneren. En dat is niet de bedoeling, want God wil dat je vrij bent. God wil dat je heerlijk in vrijheid functioneert, dat je die persoon bent en wordt en leeft en tot expressie brengt zoals God je heeft bedoeld, zonder belemmerd te worden door angsten. Nou, hoe kom je nou vrij van angst? Jezus zegt dat hij gekomen is om ons te bevrijden van de werken van de duisternis. Nou, angst hoort niet bij de mens, tenminste niet die ongezonde angst. Dus God wil dat je vrij bent. En de Bijbel laat eigenlijk zien dat er altijd een laag is onder die angst. Er is een reden voor die angst. Je kunt die angst gaan bestrijden en veel therapieën zijn ook gebaseerd op het ontmantelen van de trigger van die angst. Stel dat je bent bijvoorbeeld bang voor spinnen, dan kun je door middel van therapie, door heel voorzichtig benaderen van spinnen, er meer over spinnen te weten komen, die angst te confronteren, kun je die angst overwinnen. Of een vliegangst of specifieke angsten die zijn door middel van therapie te overwinnen, door die angsten te confronteren, door er goed naar te kijken en stapje voor stapje de angst te overwinnen. En dat is helemaal oké. En dat mag je ook zeker doen. En dat zal je zeker helpen in het leven om die angst te overwinnen. Maar er zit een maar aan. Als de angst, tenminste waar je je op richt, waar je vrij van wil komen, niet de werkelijke angst is, maar een trigger van een andere laag, wat in heel veel gevallen het geval is, want angsten komen in clusters. En angst staat eigenlijk bijna nooit op zichzelf, maar een angst is eigenlijk een trigger, ik noem maar even iets, bijvoorbeeld stel je bent bang voor spinnen, dan gaat het niet over die spin, maar die spin die triggert een bepaalde laag in jou die angst voortbrengt. En die laag, daar ben je bang voor dat die laag getriggerd wordt. En daardoor ga je eigenlijk de trigger ontmantelen, zodat die spin niet meer die laag kan triggeren, maar dat wil niet zeggen dat die angstlaag weg is. Dus dan is de kans groot dat je vroeg of laat eigenlijk erachter komt dat in een andere situatie diezelfde angst weer opnieuw naar boven komt. Omdat het dan weer door iets anders getriggerd wordt. Nou, God wil dat je vrijkomt van angst. En soms kun je om die angst heen laveren, maar soms is er niet omheen te laveren omdat die angst gewoon algemeen is. Je staat er weer op, je gaat ermee naar bed. Bijvoorbeeld angst om afgewezen te worden, angst om niet mee te tellen. En dat is een hele brede angst waar je eigenlijk altijd tegenaan loopt in contacten met mensen. En dan ben je steeds mee bezig van hoe denkt die persoon over mij? Denkt hij wel positief? En dat is eigenlijk iets wat je continu gebonden houdt. Nou, er is niks zo vermoeiend als steeds bezig te moeten zijn met hoe denken mensen over mij? Word ik wel geaccepteerd? Vindt men mij wel aardig? Dat is een enorme valstrik. Maar dat vloeit voort weer uit iets anders. Wat gewoon heel belangrijk is en wat je echt in wil aanmoedigen en uitdagen, ga niet je angsten aanvaarden, ga je er niet mee verbinden. En je mag wel jezelf aanvaarden, dat is heel belangrijk. Aanvaard jezelf, inclusief je onvolkomenheden, maar neem een besluit, ik wil die angsten gaan confronteren in mijn leven. Ik wil vrijkomen van die angsten, want het belemmert mij, het is niet tot eer van God.
En je mag vrijkomen. Maar er is moed voor nodig. Er is moed voor nodig om echt naar je angst te gaan kijken. En niet eromheen te blijven lopen. Maar dan zeg je, maar waar ben ik nou werkelijk bang voor? Want het gaat niet om die lift. Het gaat niet om die spin. Het gaat niet om wat men van jou vindt, dat je bang bent, dat je baas je afwijst of je collega iets naast tegen je zegt. Dat is niet de werkelijke angst. En hoe kom je vrij? Door samen met Jezus te gaan kijken, waar ben je werkelijk bang voor? Dus niet naar die trigger te gaan kijken alleen, maar die trigger te gaan volgen. Wat triggert dat in mijn leven? Wat is mijn werkelijke angst? Waarom ben ik zo bang voor een spin? Waarom ben ik bang voor een enge ruimte? Waarom heb ik smetvrees? Waarom komt het zo hard naar binnen als iemand mij afwijst? Want het gaat niet om dat ding zelf. Want jouw reactie is extreem. En die extremiteit van jouw reactie, die angst, die diepe angst die daardoor naar boven komt, die laat iets anders zien. Die laat een laag zien die heling nodig heeft. En dat kun je proberen weg te drukken. Je kunt proberen die triggers te omzeilen, maar het lost niet je angst op. En ik wil je uitnodigen om echt vrij te komen. Om naar die diepere lagen te gaan. Om naar binnen te durven kijken. En naar die laag toe te gaan waar die werkelijke angst zit. En als je daar samen met Jezus naartoe gaat, dan kan er ook werkelijk bevrijding plaatsvinden op een laag waar die heling en die bevrijding nodig is. En daar een stukje moed voor nodig, want het liefste omzeilen we gewoon die triggers. Dan hoeven we de angst niet te voelen. Of we verdoven de angst door te gaan eten, door te gaan drinken, door drugs of wat voor andere verslaving dan ook. Maar het is allemaal verdringing van een pijn waar je niet naartoe wilt of durft. Maar dat is niet werkelijke vrijheid. En Jezus zegt, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. In de liefde is geen veroordeling. En Jezus wil samen met jou, met pure liefde, naar jouw angst toe gaan. En ik wil je aanmoedigen, durf je angst te confronteren. Want daar waar het licht komt, kan de angst niet blijven bestaan. En de Bijbel zegt het zo, de volmaakte liefde drijft de vrees, de angst uit. En durf met Jezus die een en al liefde is, waarin geen veroordeling is, waarin geen afwijzing is, waarin veiligheid en vertrouwen is. Jezus die vol van liefde is. Ga met Jezus samen naar die laag, de diepste laag van jouw angst, waar iedere keer weer die angstgevoelens en die triggers opnieuw weer uit gevormd worden, zodat je werkelijk vrij zult worden. En ik wil zo een gebed met jou uitspreken, over je uitspreken, om samen met jou naar die diepste laag te gaan. Om een proces op gang te zetten. En dat zal, in sommige gevallen zal in één keer een bevrijding en genezing plaatsvinden, maar in vele andere gevallen, zeker als je jaren, tientallen jaren, misschien heel je leven lang al met angst hebt geworteld, dan is dat vaak niet een kwestie van een gebedje. Het kan, dat zou fantastisch zijn, maar vaak is het, de eerste stap is, oké, ik ga niet meer vluchten, ik ga naar mijn angst toe en ik ga daar de liefde van Jezus brengen. En soms gaat het laagje voor laagje tot het moment dat je bij die bodem bent. En soms weet je niet eens waar je bang voor bent. Omdat je altijd maar onbewust die angst hebt bedekt en genegeerd en eromheen hebt gewerkt. En op het moment dat je dan naar binnen gaat, dan kan het wel heel confronterend zijn. Maar dan gaat het werkelijke genezings- en bevrijdingsproces op gang komen. Er is moed voor nodig. En zeker als je met hele diepe angsten zit, dan wil ik je ook echt aanmoedigen. Doe dat niet alleen. Ga maar samen met mensen dat traject in. Maar durf naar binnen te gaan. Durf naar je pijn te gaan om daar Gods liefde in uit te nodigen. En als het een te pijnlijk proces is om alleen, sommige angsten kun je echt samen met Jezus alleen aandoen. Ik heb ook in mijn eigen leven heb ik diverse angsten overwonnen samen met Jezus. Maar soms zijn die angsten zo groot, soms is de pijn zo groot. Dat het ook gewoon goed is om daar hulp bij te vragen. Want je hoeft je niet te schamen voor je angsten. Want iedere mens heeft angsten. Maar wat wel jammer is om in die angsten te blijven. Om niet moeite te doen om daar genezing in te zoeken. Dus ik moedig je aan, zoek mensen die jou daarbij kunnen helpen. En als ik je daarbij kan helpen, doe ik dat met liefde. Neem gerust contact met me op. Dat we een vrijblijvend gesprek kunnen hebben als ik iets erin voor je kan betekenen. Ik heb ook een cursus online staan van 10 video's waarbij ik je aan de hand neem. Ook met meditaties en gebeden tussendoor, om samen met Jezus op reis te gaan naar de diepste lagen, zodat je heerlijk tot vrijheid mag komen. Zoek gewoon wat bij jou past, wat bij jou aanspreekt, maar blijf er niet mee zitten. Want wat je mist zoveel vreugde, je mist zoveel blijdschap en
en tot bloei komen in jouw leven, die God je zo graag wil geven. Ja, maar het wordt overboekerd, het wordt eigenlijk, je voelt je beklemd en gebonden door de angsten in jouw leven. Maar God wil dat je vrij bent. Jezus is gekomen om jou te bevrijden van elke belemmering die jou vasthoudt om volledig vrij te zijn. Durf het maar aan. Jezus heeft zijn leven voor jou gegeven. Je hoeft niet bang te zijn. En samen met Jezus mag je naar die diepste lagen gaan. En ik bid zo meteen dat de Heilige Geest in jouw leven mag komen. En als jij ja zegt tegen dat proces van naar binnen gaan, dan geloof ik dat Jezus jou op een liefdevolle wijze gaat leiden. En naar die diepste laag, dat er een heerlijk bevrijdingsproces, een genezingsproces op gang mag komen. Zodat je heerlijk vrij mag komen van de angsten waar je al jarenlang mee worstelt. Ze probeert te omzeilen, maar eigenlijk niet echt vrij bent en je weet het. Misschien probeer je te verbloemen en te verbergen naar mensen om jou heen. En misschien weet niemand, kent niemand jouw angsten. Want angsten, daar schamen we ons vaak voor. We willen ze verbergen. We willen niet dat mensen zien dat we voor bepaalde dingen bang zijn. We verzinnen allerlei smoesjes. Om uit die triggersituaties te komen. Maar het maakt je gebonden. En er komt ook nog een keer schaamte overheen. Er komt schuld overheen. En je moet die allebei bochten wringen om maar niet in die situatie te komen, maar Jezus wil je vrijmaken. Schaam je niet, stap over je schaamte, ga hulp zoeken, ga vrijkomen. Neem een besluit, ik ga vrijkomen. Ik stap over mijn schaamte heen, ik ga mijn angst confronteren, pak de hulp aan die daarvoor nodig is, doe het samen met Jezus en je zult vrij zijn. Want overwin jouw angst voordat de angst jou overwint. Ik wil graag besluiten met een gebed. Heere Jezus, ik wil u danken, Heer, dat u voor ons gekomen bent. Heer, om ons te bevrijden van alles wat ons vasthoudt. Heer, van alles die bij ons hoort. Heer, die ons belemmert in onze vooruitgang, in ons tot bloei komen. Heer, en daarin is angst vaak een heel belangrijk onderdeel, een belemmerende factor in ons leven. Het zijn vaak geheime angsten, verborgen angsten die we niemand durven te laten zien. Maar waar het licht niet kan komen, kan geen vrijheid komen. En ik bid, Heer, dat u met uw Heilige Geest op dit moment komen. Heer, ik bid voor degene die nu op dit moment, Heer, deze video beluistert, die zich daarin herkent. Heer, ik bid, Heer, dat u deze persoon aanraken met uw liefde. Heer, dat er hoop mag komen, dat er geloof mag komen, dat er een krachtige keuze mag komen. Ik wil niet langer meer leven met deze angsten. Ik ga vrijkomen. Ik nodig Jezus uit om die angsten samen met mij, die angsten te confronteren, naar de diepste laag te gaan en daar de helende liefde van God in uit te nodigen. Ga voorbij je schaamte. Durf naar je angsten. Laat Gods goddelijk licht in jouw leven komen, jouw hart beschijnen. Laat alles ontmantelen wat leugen is en wat niet hoort bij jou. En ik zegen je in de machtige naam van Jezus Christus. En ik bestraf ook de leugenaar en de geest van angst in de machtige naam van Jezus Christus. Verlaat deze persoon en ik spreek bevrijding uit en vrijheid uit. Want in de volmaakte liefde van God is geen vrees, is geen angst, is geen schaamte. En ik spreek bevrijding uit, genezing en herstel. Ik spreek vergeving uit en een heerlijke vrijheid door Gods helende liefde. En ik zegen je met de vrede van Christus in de naam van Jezus Christus. Amen. God zegen.